Het is de taak van ons allen om de juiste kaart van Suriname te gebruiken. Dit is het ferme standpunt van minister Ildis Polak Bigli van Buitenlandse Zaken. Volgens haar moeten wij met z'n allen een nationale opstelling hebben wanneer het gaat om het profileren van de Surinaamse kaart. Minister Polak sprak afgelopen woensdag tijdens de openbare vergadering van DNA. In behandeling was het wetsontwerp Maritieme Zones. Volgens de bewindsvrouw heeft Suriname bij het verkrijgen van haar onafhankelijkheid de verantwoordelijkheid aanvaard over de vaststelling, het behoud en de bescherming van de grenzen van het grondgebied. Polak wees er verder op dat met de wet Maritieme Zones het zeegebied wettelijk wordt uitgebreid en daardoor ook de mogelijke potenties als het gaat om de natuurlijke rijkdommen. En we hebben hier vanmiddag een aantal gehoord. We hebben gehoord de natuurlijke hulpbronnen, we hebben gehoord de visserijsector, de mogelijke energie, mogelijkheden, laat me het zo noemen, die dit gebied voor ons zou kunnen meebrengen. De vaststelling, behoud en bescherming van de grenzen is zeker geen gemakkelijke opgave, voorzitter. Maar door de diverse grenscommissies en de op stapel zijnde heractivering van de grenscommissie van 2013, alsmede met de inzet van de aangepaste technologie op het gebied van de veiligheid, zullen we uiteindelijk, denk ik, ook hiervoor een oplossing weten te vinden. De wettelijke vaststelling van ons continentaal plateau is hiervan ook een belangrijk onderdeel. De BUSA-minister noemde het een historisch moment dat deze wet die van de vorige eeuw zal vervangen. Suriname kan met de goedkeuring van deze wet gebruik maken van de bevoegdheden die een kuststaat heeft in deze zones. Zoals elke kuststaat is Suriname bevoegd haar maritieme zones in eerste instantie zelf vast te stellen. Maar dit in overeenstemming met het internationaal recht. Dit principe is ook opgenomen in artikel 2 van onze grondwet dat luidt als volgt, en ik citeer, de uitgestrektheid van de grenzen van de wateren en de rechten van Suriname op het aangrenzende continentaal plateau en de exclusieve economische zone worden vastgesteld bij wet. Einde citaat. De zee is voor Suriname van levensbelang, als verbinding met de buitenwereld en ook als bron van onder andere natuurlijke rijkdommen. De kustvlakte van Suriname, waar het grootste deel van de bevolking woont, is gevormd door een samenspel tussen de zee en de vele rivieren in Suriname, die Suriname doorsnijden. Zoals u bekend, voorzitter, vindt ongeveer 90% van onze import en export plaats via onze waterwegen. Deze zaken maken dat Suriname via de wet Maritieme Zone, conform de UNCLOS, de United Nations Convention on the Law of the Sea, de omvang van de maritieme zones en de rechten en plichten kan vastleggen. Minister Polak Bigli wees er ook op dat de exclusieve economische zone niet wordt uitgebreid.